Op de voetspiegel hebben we het verschil kunnen zien tussen de linker en de rechtervoet. Bij de rechtervoet worden de eerste, de tweede en de derde teen niet als steunpunt gebruikt. Bij de linkervoet worden bijna alle tenen gebruikt, behalve de derde, die staat een klein beetje in klauwstand. Zoals later in de video te zien is, kantelt het hielbeen naar binnen en daardoor ontstaat er wat eelt aan de binnenkant van de hiel. Behalve het eelt heeft ze ook wel eens last van een vervelende likdoren aan de buitenkant van de kleine teen. Dat brengt ons ook gelijk bij de schoenen. Het is voor mevrouw belangrijk dat ze genoeg ruimte in de schoenen heeft. Ze heeft een brede voorvoet en haar tenen mogen niet te veel bekneld zitten. Ook een stevig contrefoor is voor haar belangrijk om het hielbeen goed vast te zetten, om zo stabiel mogelijk te kunnen lopen.